Welcome, dames en heren. Het is de laatste week van August. De week begint van 23 tot en met 29. Oké, dames en heren, het is een week van kinderen. En als je kinderen zijn niet lekker, vraag riep op Archangel Michael of Raphael binnen te komen en vragen voor help voor je kinderen. Sommige van jullie krijgen om te horen dat je vader in de weekend is niet lekker. Okay? Of als je vader is ziek, daar is geen nieuwe start. Okay? Dat betekent dat hij gaat het niet overleven, de ziekte. Okay? So it says, zijn tijd is over op de planeet. Hij gaat in de world van transformation. Dus vraag Archangel Raphael binnen te komen. Nou, positive. Dus we hebben maandag some sort of informatie come out. Je komt achter. Ik zie dat de tweeling laat je even weten dat die hebben some sort of gevoelens voor sommige van jullie. Dus sommige van jullie die aan je ogen op een tweeling. Een tweeling gaat even aan jou vertellen dat ze is nog steeds verliefd op jou. Of nog steeds in love. Verliefd met jou. Sommige van jullie komen achter dat je partner heb je in een rokken stoken. Oké, je eigen partner. Ken gebeurt. Je partner of een kind heb je in een rokken stoken. Wees voorzichtig. Je krijgt some sort of communicatie over je partner of je kid. Some sort of informatie come out over your partner of your kid. Okay? Here seen by op dinsdag that some sort of informatie come out over and your manager, a supervisor of a manager of iemand in eye profession, iemand in ogen opgeleid, over opgeleid mens, or je iets hierachter. Over deze persoon. Nou, het is geen positive news. En ik zie verdriet voor sommige van jullie weegschaal. Jullie weegschaal als je hebt advocaat of een dokter of een boekhoudkundige of zo. Some sort of a news come out. Dat, dus ik geef je voorbeeld van oogopgeleide mensen. CEO, CFO, that sort of a thing. Okay? And this can ook dokters van weken door dat ziekte. Misschien je krijgt nieuws, je hebt test gedaan. Een ziekte is concentreerd en now je krijgt some sort of a news daarover. Okay? Dus is geen positive news van een oogopgeleide persoon. That come in op dinsdag, okay? So, okay, your manager of so, of a doctor, of a waiter, of your advocate. Woensdag zien wij dat een tweeling is gepakt and some sort of informatie, some sort of onderzoek op the work floor. Dus as you see deze dingen, is dat mensen op the work floor, of mensen dat is in dienst, okay, omdat ik kan solderen. En ik zal waarschuwen als jullie solderen, politie, mensen dat heb iets mee te maken met onderzoek, beveiliging mensen, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Als je bent in het buitenlanders, je werkt in het buitenlanders, wees voorzichtig. Okay? Lege mensen in de lege in Afghanistan, wees voorzichtig. Mensen in de lege, dat is geplaatst vanuit buiten Nederlands, wees voorzichtig. And they, mensen, wees voorzichtig. Some sort of a criminal organisatie. Mensen dat doen onderzoek, inlichtingendienst and that sort of a thing. Wees voorzichtig. Extra beschermingsmiddel.
in deze week, oké? Dus we praten over inlichtingendienst, politie, mensen in de leger, binnen of buiten Nederlands, wees voorzichtig, oké? Sommige van jullie dat is zit een onderzoek te doen, forensic politie, forensic mensen. Voor de rest van jullie dat weet niet wat is forensic, is onderzoek. Oké, heb mee te maken met government institution, organisatie. Maar je hebt forensic detective en het komt in verschillende vorm. Maar je hebt financial forensic detective. Oké, deze zijn instituuts, bedrijf dat is gewoon gefocust op bedrijven. Financial gegevens, oké? Dus een financial forensic detective investigate bedrijven financial data, oké? Dus dan weet ze over criminaliteit. Ze bekijken de informatie van een bedrijf, oké? Dus dat is een forensic detective. So it says, oké? So it says, the last keer geef ik iets over, en ga eens even kijken over, de offer van een hypotheek, weet je? En al, een house waarde is voor 310.000, maar die wil een bedrag van 360 geven aan een vrouw. Dat is a fraud, oké? Want je gaat niet verbouwen. Iemand gaat gewoon van een hypotheek naar een ander komen aan. Dus de waarde van de huis is gesplit door 50%. En niks wordt veranderd. Alleen iemand naam gaat af. Je betaalt iemand onder de 50.000 of een bedrag. Want het is niet altijd de deel van de huis. Soms mensen zeggen, hey, geef me dit. Ik wil gewoon mijn naam daar af. Weet je, dat soort van ding. Dus mensen wil dat jij, de waarde van je huis is 300.000, oké? Waarom moet je bedrag van 360.000 gaan aannemen wanneer daar is geen verbouwing of niks? Dan recognize je en dan kom je achter dat daar is some sort of a criminaliteit. En dan a forensic detective is binnengevraagd om binnen te komen aan een bedrijf om te onderzoeken, oké? Dus dat is forensic detective. Nou, dames en heren, de Belastingdienst ook verbruikt forensic detective, oké? Dus als je hebt een grote financial institution, één keer in de 5 jaar of 7 jaar, de Belastingdienst kan gewoon voor een week gaan zitten in je bedrijf om alles om te bekijken. En it is the ground rick, oké? Ga eens even opzoeken, want ik weet dat it is the ground rick. Dat één keer in de zoveel tijd, so it says, je bedrijf is, on the beurs noteren. Als je bedrijf is een beurs noteren bedrijf, de Belastingdienst heeft recht. Iedere 5 jaar of 7 jaar, 1 week in je bedrijf om even te bekijken als alles klopt, oké? Dus je hebt een auditor, je wordt geauditeerd iedere jaar, maar die hebben recht om in je bedrijf te gaan kijken als alles recht is. Dus als je bent beursnoteerd bedrijf of je bent een multi-international bedrijf waar je verdient millions, oké, iedere jaar. Niet de kleine ZZP'er of nee. We praten over huge international organisatie. So, een groot onderzoek. En ik vraag jullie mensen om even voor TikTok, oké? In deze week, Leuvens en Deceptiveness. Woensdag eind komt een onderzoek en mensen, een onderzoek, zoals de forensic auditing of the workflow komt tot een einde.
Het zal een moment komen voor een ramelie of boodschot om vrouw die af te komen dat deze vrouw heeft heel veel geld genomen om de volste benodigde eiten. De balans in dienst komt achter deze vrouw. Deze vrouw samen met een ramelie of boodschot man hebben ook samen gewerkt om heel veel geld op te nemen om de volste benodigde eiten. Dan zien wij die energie van de 9 van Pentacles. De 9 van Pentacles is dat een grote diefstal was creëerd door een weeskoud person of een ramelie of boodschotte person. Mensen is nu vanaf de hoogte en recognize wat deze vrouw heeft gedaan. Dus in deze week een onderzoek. Mens heeft nu ook onderzoek, een ramelie of boodschotte vrouw. Recognize deze vrouw. Heeft een groot diefstal van heel veel geld genomen. Van een bedrijf, van iemand bedrijf of gebruikte voor iemand informatie en bedrijf informatie en hebben heel veel geld genomen om de valse benodigdheid. Een eind komt daaraan, soms soort van geld dat deze vrouw probeert even te krijgen, dat deze ramelie of boodschotteman samen met deze vrouw had geholpen heel veel geld te krijgen. Mensen nou recognize de diefstal of een ramelie of boodschotte man en de leugens en deceptiveness van deze man en hoe deze man samen heeft creëerd een grote diefstal met deze ramelie of boodschotte vrouw. Een tower moment komt voor deze vrouw, een eind komt voor deze vrouw. Deze vrouw en deze man, deze twee mensen en soms is koppel, soms zijn niet koppel, have grote conflicts en grote offensive manier om geld op te nemen van een grote institution, organisatie. Forensic gaat in dat corporation gaan investigate deze vrouw en recognize heel veel grote criminal offensiveness. Now, degene dat heb ik opgegeven is het is een maakman. Een maakman was opgepakt voor een dader wat hij heeft gedaan. En een maakman vertelt dat een ramelie of boodschotte persoon was degene dat heeft hem gevraagd om dat te doen. En die heeft nu gerecognized en gezien dat deze vrouw hebben heel veel geld gestolen. En als je het hier kijkt, dit is de onderzoek in richting dienst. Politie, de belasting, forensic politie, recognize dat deze vrouw heeft gefraudeerd een huge international corporation, heel veel geld. Die gaat deze vrouw direct ontslaken en have haar kapak en freeze haar geld, omdat ze is nou vanaf de hoogte dat deze vrouw samen met deze ramelie of boodschotteman hebben gefraudeerd heel veel geld en neem heel veel geld om de volste benodigdheid uit. Okay? Dus, in de weekend, sommige van jullie find out dat opa of oma, dat is een ramelie of boodschot person, is niet lekker. Some sort of a news come out over zijn gezondheid. Dus, sommige van jullie komen achter dat opa gaat niet zo lang. Is niet zo lang voor opa. Dat soort van ding. Sommige van jullie is op zoek om te horen. En sommige van jullie nou, weet je, zo het says je bent, zo het says yay. Ik voel, so, ik ben een beetje verdriet over een situatie. Verdriet over de relatie tussen ik en een stembok. Ik wil echt even reconnect met deze stembok. Ik zie dat de stembok family word successful overcome an issue of a problem that was created. Jullie weeskal have verdriet. You miss a stembok omdat you recognize that a stembok was echt goed. It was a goede person. And now you recognize that deze person have zoveel goede zeg maar, je hanteert zo fel en je recognize met alle de mensen dat deze persoon had je goede bedoeling. Had goede bedoeling voor jou. En ik zie je hebben, zo het says, ja, ik mis deze persoon. Ik wist dat, weet je, ik had best wel connection met deze persoon. Deze persoon was, have echt een super karakteristiek, weet je. Deze persoon is gewoon eerlijk en oprecht. En ik zie je denk echt
There's a person's skin is in another place, another city, and you think act on this person, okay? Damage in here is a vague virus, some of you that had problem with the rumble of both got a person, you cry come to hear that there's a person of a bedrijf, heel veel geld opgelegd, dus ik hoop dat is niet je vrouw of je moeder of zo, vanwege dat schaamte en een groot touwmoment komt op voor deze persoon. Ik moet weg, full moon is out, ga even kijken als je bent connected met de Ramli of boodschappen persoon. Ga even kijken omdat je krijgt en je komt achter soms wat informatie over deze vrouw. Namaste.